mensen, top dat jullie kijken naar deze gloed en nieuwe video op mijn kanaal Games Ruin. In deze video gaan wij weer een keertje een unboxing video doen. En niet zomaar een unboxing video, we gaan een unboxing doen van mijn nieuwe microfoon. En ik ga eerst even uitleggen waarom ik een nieuwe microfoon heb aangeschaft. En dat is omdat ik deze microfoon, dit is het geluid hoor je nu ook, dus je hoort mijn lemmy lekker praten, jongen. En dit is een super chille microfoon, altijd geweest. Alleen, dit is zeg maar een microfoon, als ik bijvoorbeeld mijn microfoon helemaal naar boven doe, je hoort mij nu amper, weet je wel. Het is gewoon niet, het is een microfoon waarbij je zeg maar wat dichter bij je moet zitten. En je hoort ook misschien een beetje het statief gewoon kraken. Het is gewoon, deze microfoon zal het veranderen. En ja, het is best wel een pittig dure microfoon ook. Deze was 50 euro. Dit is trouwens de Behringer C1U, dus het is een hele chille microfoon, zeker waar. Ik heb er gewoon jaren mee opgenomen. Alleen, ik vond het wel een keer tijd en ik had het geld, dankzij jullie, om... Ja, daar gaan we microfoon, lol. Oh mijn god. Maar ik had dus het geld voor een nieuwe en ik dacht van, weet je, ik ga een nieuwe aanschaffen. Deze heeft ook een tripod, dus dan heb ik ook niet meer deze arm. Dus dan kan ik mijn greenscreen veel chiller gebruiken, want normaal moet ik mijn hele arm helemaal over mijn bureau heen doen, zodat hij net niet in beeld komt. En dit zal waarschijnlijk gewoon dat allemaal gaan verhelpen. Dus we hebben hier een pakketje van Cool Blue, zoals je hier ziet natuurlijk. En hij heeft ook zo'n mooi ritje, dat is volgens mij nieuw. Ik heb het nog nooit eerder gezien bij een pakketje. Het is ook al best wel lang geleden dat ik een pakketje heb geopend. Dus laten we deze even gaan openen. Dus let's go. Nou, ik heb toch maar even de cam even rechts neergezet, zodat jullie wat meer kunnen zien natuurlijk. En we gaan gewoon de rits openen. Ik denk dat hij gewoon, net zoals een mes, een effect heeft. Gewoon dat hij helemaal tot aan het midden helemaal hierheen gaat. Dus zo gaan we hem even naar beneden trekken. Ik heb het nog nooit gedaan. Volgens mij is dit best wel geinig. Kijk, daar gaat hij. Oh, ja. Oh, dit is hem al. Zo, je moet wel even trekken, hou. Oké, dat klonk heel raar. Oké, ik leg hem even neer. Hoppa. En je hebt gewoon zo'n heel mooi sliertje. Hop, die gooi je even daar. Oké, die ligt nu daar. Haha, lol. Oké, dat is wel een handig systeem. Niet meer met die kutplakbandjes. En nu kan je hem gewoon, als het goed is, gewoon... Oh, je moet heel even gaan staan. Pats. Nou, volgens mij is die open. Oh, wacht, hier nog. Oh, what the fuck? Kijk hoe dit eruit ziet. Je... Ja, oké. Ik zie het pakketje, jongens. Holy shit, joh. Oké, dit is het pakketje. Oké, en deze doos hebben we niet meer nodig. Oké, zoals je hier goed kan zien, is hier de NT-USB ervan natuurlijk het merk Rode. En dit is een hele chille microfoon natuurlijk. Best wel grote YouTubers gebruiken hem ook. Bijvoorbeeld Don heeft hem ook. En heel veel mensen raden deze microfoon ook aan. Hij ziet er ook best wel professioneel uit, zeg ik je eerlijk. Ik hou persoonlijk van de design. Ik vind dat echt sick uitzien. Zoals deze microfoon. Die heeft zeg maar een beetje een gouden tint. En ik vind het niet lelijk, maar ik vind dit gewoon veel cleaner uitzien. Ook qua, ja, hoe noem je dit? Popfilter zou ik maar zeggen. En ja, we gaan hem even uitpakken. Ik zal de cam wel even naar beneden anders zetten of zo, dat jullie het goed kunnen zien. Dus we gaan het even uitpakken. Tot zo. Nou mensen, hier hebben we natuurlijk het pakketje. Ik zal hem even omdraaien, want voor jullie is het natuurlijk in spiegelbeeld. En het zit in een soort van, ja, plastic ding. En ik heb geen schaar of iets scherps. Oh, ik heb hier al een gaatje gecreëerd. Oké, nice. Dan trekken we dat kut plastic er even af. Want dit is natuurlijk, hij zit helemaal onder dat plastic. Maar die doos gaan we zeker weer bewaren, man. Dan ga ik wel even als mijn... voor mijn dozencollectie te gebruiken. Want dit is wel... Volgens mij ziet het... Ja, het is mooi wit natuurlijk. Het ziet er sick uit. Even dat kutplastic eraf halen. Hoppakaas. Oké, die kan ook de hoek ingesmeten worden. Oké, dit is de voorkant van de doos. Natuurlijk, hier zie je de mooie microfoon. Hier allemaal tekst en China en allemaal naampjes, denk ik. Op de zijkant heb je iemand... Gewoon iemand die... die praat. Die volgens mij vindt hij het wel leuk. En op de andere kant heb je gewoon ook weer letters in de NT-USB. Je hebt hier ook op de bovenkant gewoon een clean, mooie goud stipje. En natuurlijk Rode microphones. En dit is volgens mij best wel een sick dingetje. Dus ik ga gewoon openen. Oh, hier zit ook weer een folietje omheen. Oh mijn god, ik heb geen nagels, jongens. Ik heb gewoon... Mijn nagels zijn zo fucking kort. Zoals je ziet, het is echt... Oké. Oh, kijk. Ze denken gewoon aan geen nagel, mensen. Kijk, dat is nou aardig. Hoppakee, die kan ook de hoek ingesmeten worden. Oké, we gaan hem openen. Ik ga het gewoon via de cam doen, dan kan ik het zien. Dus hier zit het gaatje. Oh, dan moet je weer zo'n ding eruit slepen. Jonge, Dylan. Hoppakaas. Oké, daar gaat hij. Ik hoop niet dat er iets uitvalt, maar we kunnen hem nu gaan openen. Oké, volgens mij gaat er iets heel erg uitvallen. Ik open hem eerst zo. Oké, er zit echt van dat foam in, ouwe. Dit is sick. Dat ruikt, ouwe. Oké, er zit van dat echt, zachte foam in. Je ziet ook een hele grote afdruk hier. Dat is denk ik van dit ding. Holy shit, oké, dat is wel sick dat ze het gewoon echt, beschermbaar vervoeren. Maar zoals je ziet,
zie je hier natuurlijk de popfilter erop, die je voor de microfoon. Ik denk dat hieronder ook de microfoon zit, denk ik. En hier heb je de tripod natuurlijk. Dat is zeg maar ook wat chiller. Ik heb nu een arm en deze kan ik dan gewoon hier in de hoek neerzetten. Jullie zien hem nu niet eens. En alsnog kunnen jullie mij goed horen waarschijnlijk. Jullie zien me niet, maar hallo, ik ben er nog. Oké, dan gaan we even verder openen. Hier zit natuurlijk het USB-kabeltje in die in de microfoon moet. En deze moet dan in je PC. Het is een fucking lang kabel. Dat is echt, ook bij deze microfoon die ik nu heb, die kabel is echt lang. Oké, dus de kabel zit hierin. Oké, oh shit, wat is dit dan? Holy damn, dit is erg sick. Je hebt een, ja, soort, wat is het? Een portemonnee-achtig iets. Oké, wacht, er voelt iets in, maar ik weet niet wat het is. Oh, er is een... Oh my god, wat is dit dan? Oké, dit is gewoon een instructieboekje, denk ik. Oh ja, dit is een instructieboekje, oké. Maar je krijgt gewoon... Dit is een sticker, volgens mij, of niet? I love Rode microphones. Oké, deze is wel echt gaaf, sick. Nice dat het in zo'n soort etuietje, de portemonnee-achtige, gewoon een tasje komt, ouwe. Dit is wel echt sick. Het is gewoon echt met het Rode logo er ook op. Holy damn, dit is wel echt sick, ouwe. Oké, en dat was de eerste helft. Oké, hier zit dus de popfilter in. Ik weet niet, volgens mij is het de popfilter. Waarschijnlijk, ja, ik denk het wel. Oké, dit is wel anders. Moet ik hem eruit trekken of zit hij vast? Volgens mij zit hij vast. Hij zit vast, volgens mij. Oké, dit is nog een challenge. Ik haal eerst wel dit blok eruit en dan haal ik even de doos weg. Even die doos wel heel houden. Oké, voilà. Deze gooien we ook even hierin. Oké, ik denk dat hier de microfoon in zit. En ik heb geen idee hoe dit... open moet, want je ziet aan de zijkant ook zo'n ja, spleetje die je gewoon los kan trekken. Ik weet niet of ik dus los moet trekken. Maar even kijken. Oké, nee, je moet hem gewoon eruit trekken volgens mij. Ja, oké. Oh shit. Oh my god. Oh, hij is zwaar, ouwe. Hij is echt zwaar. Kijk, er zit gewoon ook schuim tussen de popfilter en de microfoon zelf. Oké, sick. Kijk jongens, dit is de microfoon. Hij voelt echt heel zwaar, ik zweer het. Jullie kunnen het nu niet zien natuurlijk. Maar holy shit. Oké, je hebt natuurlijk dit... die moet dus op de tripod. Dus zo. Maar kijk één keer hoe sick die eruit ziet, jongens. Hij is echt heel vet. Hij heeft ook een mooie van die... ik weet niet. Dit is allemaal denk ik gewoon de settings. Hoe het klinkt en zo. En daar ga ik allemaal mee kutten. Ik zie ook een mooi kaartje eraan hangen. Geen idee waarvoor dat dient. Maar hij ziet er echt sick. Hij is ook fucking groot. Ik zal mijn microfoon even laten zien die ik nu heb. Hoppakaas. En kijk één keer hoe deze... Ja, hij is veel groter, hè? Dit is echt sick. Oké, ik ga hem even hier opdraaien. Hij is echt fucking groot, hè? Kijk één keer mijn hand ernaast. Wacht, ik kan het niet goed laten zien. Zo, ja. Dit is mijn hand en dit is gewoon de microfoon. Hij is echt best wel groot. En holy shit, ik ben hier wel echt tevreden mee. Hij was natuurlijk €148. Ik heb hem gewoon bij Coolblue besteld. We gaan dit ding natuurlijk even mooi aansluiten. De kwaliteit checken. Dus dan zeg ik tot zometeen. En holy shit, we gaan het doen. Dus let's go. Nou mensen, dit is dus de kwaliteit van de Rode MT USB microfoon. En ja, misschien merk je niet zo heel veel verschil met mijn andere microfoon. En dat kan misschien kloppen. Maar ik ging vooral voor het feit dat dit gewoon... een super chille microfoon is en hij staat nu echt best wel ver van mij vandaan. En alsnog hoor je mij gewoon prima. Dat komt omdat ik eerst hier een statief, dus zo'n arm had en de hele tijd hier hing. En het best wel irritant zat met mijn arm. En dat probleem heb ik dus niet meer. Ik kan dus gewoon vrij met mijn arm heen en weer bewegen. En het ziet er gewoon veel chiller uit. Ik kan nu mijn hele greenscreen gebruiken zonder dat, ja, hier links van mij eigenlijk. Hier hing dan normaal mijn microfoon heel laag voor jullie. Dat was best wel irritant en nu zit hij dus gewoon links in de hoek. Ik zal hem ook wel even dichtbij laten testen, kijken hoe dat klinkt. Nou, zo klinkt dus de microfoon van heel dichtbij. En ja, je kan hem natuurlijk ook zo gebruiken, maar je ziet natuurlijk die popfilter hier. Die kan ik wel verstellen, dus ik kan hem gewoon naar achteren, maar dan moet hij helemaal zo hangen. Dus ja, hij zou dan altijd zo in beeld, omdat het best wel een flink grote microfoon is, zoals je ziet. En ja, ik zal hem niet van dichtbij gaan gebruiken, dus vanaf hier. Maar gewoon dus van verder af. En dat is gewoon chiller. Mensen hebben hem ook boven hun webcam neergezet. Dat kan ik niet. Maar ik vind het links in de hoek super chill. En hij klinkt best wel nice zoals je hier nu hoort. Dus ja, dit is volgens mij best wel... ik weet niet of het heel erg earraping is. Als natuurlijk mijn derde monitor doet, moet ik er wel helaas een andere plek voor gaan vinden. Want hij staat nu precies voor mijn monitor. Maar op zich, het is super nice. Dus jongens, ik hoop dat jullie deze unboxing video natuurlijk super tof vinden. We hebben natuurlijk een sticker gekregen zoals je hier ziet. En ik weet niet waar ik hem op ga plakken, maar ik ga hem zeker bewaren. Net zoals natuurlijk dit mooie etuietje die op natuurlijk Eric Cartman's hoofd zit. Want dit etuietje, ja,
Ja, niet dat ik hem echt nodig zal gaan hebben, maar wie weet, misschien ooit als we bijvoorbeeld... Stel dat we ooit een LAN-party gaan doen en we gaan ergens heen en ik moet mijn microfoon meenemen, kan ik hem dus in dit mooie tasje gaan vervoeren. Hij is best wel groot. Kijk naar mijn hoofd is heel groot namelijk en dit tasje dus ook. En ja, dat is, je kan gewoon lekker mee vervoeren in weet ik veel waar je hem ook heen moet. Hij kan gewoon dicht en zo. Dus dat is super chill. Ik vind deze microfoon de fucking sick uitzien. En hij zal me zeker helpen met gewoon videos maken natuurlijk. Het was best wel pittig irritant natuurlijk. Soms tikte ik mijn microfoonarm aan en dan schoot mijn microfoon omhoog. Dat was best wel irritant. En nu kunnen we gewoon, ja, met deze microfoon gewoon lekker in de corner. Kunnen ik gewoon alle rare armbewegingen doen die ik maar wilde. Dus gewoon, oh my god, in plaats van dat ik zo die microfoon omhoog tets. Ja, ik hoop dat jullie deze microfoon unboxing leuk vonden, jongens. Vergeet niet zeker een duimpje omhoog te doen, dat zou ik super doof vinden. Vergeet niet zeker te abonneren op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Ik weet niet waar daar op zoek, maar later mee.